QC die heeft niet betaald voor zijn drankje. Vergeet het wel. What's up guys en welkom bij weer een nieuwe video. We zijn in Amsterdam omdat we weer de talkshow gaan doen. Super gaan talkshow met vandaag de gast Appa. Die ken je waarschijnlijk allemaal. En normaal gesproken hadden we twee gasten. Dat was eerst Rambo, die heeft afgezegd, ging niet door. Daarna kwam Baba Yaga, die heeft ook een uur van tevoren afgezegd, wat ik persoonlijk heel onprofessioneel vind. En ik heb het hem ook gezegd, ik heb hem gebeld, ik zeg, yo G, faga, kan niet dit, dat, maar hij had blijkbaar een betere ding te doen. Begrijpelijk, maar goed, weten we dat ook voor de volgende keer. Dus dat vind ik wel jammer. Dus we hebben eigenlijk alleen Appa vandaag in de show. Normaal gezien werken we altijd met twee personen, sorry voor de wind jongens. Normaal gezien werken we altijd met twee personen, maar vandaag gewoon één persoon. Maar wel een interessant persoon, dus dat scheelt. En ik heb trouwens, hopskee. Smart Protein Chips. Er zijn, ja, dit is gewoon proteïne chips. Ik denk, ik kan best goed dit nemen in plaats van chocolade snacks en zo nemen. Omdat ik weer een soort van gezond aan het eten ben. Ik heb nog niet gecheat in 2 dagen tijd, dus dat ben ik best wel trots op mezelf. Ik heb alleen nog maar water gedronken. En ik ga vanavond voor het eerst naar de gym. Als alles goed gaat en als ik niet te laat thuis kom. Ik ben op zoek naar een zwarte jongen. En naar een blanke grote jongen. What up, people? Oh my god. Ik dacht ik kom super random. Chop die, fuck it, chop die. Hey man, no is chop die frikandel is uit. We hebben een nieuwe hashtag man. Zorg voor hashtag fam, zorgen voor de fam man. Zorg voor de fam man. Je bent lekker. Zorg voor de fam. Ja. En wie heeft die verzonnen? Dat is voor mij. Kijk deze man, kijk deze man. Hij komt met een nieuwe tas. Een nieuwe rolly, drie nieuwe witte patas. Deze man is goed bezig man. Je checkt mijn vlogs. Ja, ik check wat is je favoriete vlog van mij? Ja, ik weet niet man. Nou, ik kan mijn favoriete vlog van jou noemen. Elke vlog waar ik in zit. Chabdi, heb je goede voornemens? Wat zijn je voornemens voor 2017? Dommer leven man. Dommer leven? Ja man, team dom. Hij gaat over naar kroketten, Chabdi. Zorg voor de fan man. Chabdi kroketten. Chabdi kroketten. Wat zijn jouw voornemens? Zo, ja, ik heb rijbewijs, ander huis. Noem maar op man, er zijn er wel aantallen man. En zo, hashtag zorgen voor de fan man. Hashtag zorgen voor de fan is hem man. Nou, laat zien. Besef je ze niet. Oh, de goon. Dat is wel goonish, dat is wel een prison tattoo man. Mos, ik weet niet wat ik in de gang zijn. So basically hadden we soort van net bijna een afzegging van Appa. Maar gelukkig is het gefixt en komt hij over een half uur. Ja ooi, hey bro, je hebt wel goede tieten in deze shirt man bro. Tieten? Wat dit? Ja man. Als in zeg maar man boobs. You like that? Hey, dat is wel dope man bro. Ja, man, no homo, maar you got him. Laat me zoomen. Zoomen. Kan ik zoomen? Oh ja. Zoom. Please. Zoom die tief man. Wacht even, oh, niet zo te ver. Ja. Oh, en deze. Squeeze hem. Squeeze iets. Squeeze iets man. Ja man. Nou, QC superster. Hoezo? Je fans wachten op je man bro. Of je supporters, sorry. Supporters. Zijn sorry. Geen fans, supporters. Sorry man, ga maar. Ja, ga maar. Geef maar die box maar even. Jammer, jammer, jammer. Succes man bro. Yo, fuck up, boy. Oh my god, QC! Nou, ik blijf lekker binnen. Want niemand wil met mij op de foto. Papa. En dan zie je wel verkoop. Bro, kijk, dit kan je transfer worden naar Chop de Frikandel, naar Chop die Burger. Chop helemaal niks voor je. Of blijf je bij Chop die Frikandel? Of blijf je Chop de Pussy. Fuck out of my way, shit. Chop de Booty. Besef, hij Chop deze burger wel, man. Jij Chop Booty toch? Jij Chop Booty toch? Ja, jij Chop. Welke vlog had je dat gezegd? Was het ook hier? Ik weet niet waar je het over hebt. Ook gewoon die straight face. Weet je waar je het over hebt, man? Ik ben onderweg naar Den Haag. Ik ben net klaar met werken bij Rambam. Ik ga naar Den Haag toe voor opnames met Supergaande. Het is momenteel laat. Ik heb weinig batterij. Het is 6:15 nu. En we gaan een interview doen in Den Haag. Koopavond. En dan gaan we naar huis toe. Dus we gaan even kijken wat we daar allemaal gaan beleven. Dan ga ik waarschijnlijk gewoon de vlog van gisteren en vandaag gewoon samenvoegen in één. En dan hebben jullie alsnog gewoon een vlog om naar te kijken. Niet voor de gevoelige kijkers, maar ik heb net gepist. Maar besef die ding tot waar die gaat, man, bro. Besef tot waar die gaat, man. Nee, hij blijft gewoon gaan, hè. Lijkt wel op een slang, man. Kijk, hij lijkt op een slang. Maar die ding is lang, lang, G. Wamboe. Lang, lang. Ik zweer, deze parkeerplaats is echt te verlaten, man, bro. Die shit ziet er fucking creepy uit. Hey, Q, hoi. Hey. Hey, yo, fuck up. Hey, man. Wij zijn, we gaan zo beginnen met de interview. We gaan even snel wat eten. We gaan met de Subway eten. Ik weet, het is niet gezond, maar wat ik meestal doe wanneer ik gezond bezig ben en ik ga bij de Subway eten, dan pak ik het gezondste broodje, dat is waarschijnlijk sesam of iets bruins. En dan doe ik gewoon kalkoenfilet erop.
En geen saus, gewoon alleen maar groenten en shit. Ja, dat is, dus dat is op zich, zeg maar, op zich is dat wel het gezondste, avondeten, ja. Het ja, gezondste wat je kan krijgen. Ja! Leuk, oké, maar besef gewoon, je ziet zeg maar het verschil. Kijk, ik heb een halfje, jij hebt een hele. Waarom? Eigenlijk wil ik ook een hele. Waarom heb ik geen hele genomen? Snap ik niet, omdat je zo'n vriendje doet. Ik lees, ik heb chips, dus om mijn gezicht af te lezen. Ik ben bezig, maak die zaak schoon met een bezem. Jij bent een bezem, je bent een woeshoen. Kom binnen met een koevoe, zo van shoot shoot, move move, shoot shoot, push push, shoot shoot, move move, shoot shoot, push push. Dus QC die heeft niet betaald voor zijn drankje. Het ergste van allemaal is, zeg maar, hij zegt ook niks. Hij zegt ook niks. Kijk, paprika. Ja, man. Vergeet het op. Hey, kan ik gelijk voor mijn karma? Mag ik, ik moet een flesje afrekenen. Drinken, man. When you walk through the storm, hold your hands up high and don't be afraid of the dark. Walk on with hope in your heart and you never walk alone. You never walk alone, alone. Wie heb jij vandaag gebaft? Nou, die start me. Hoeveel pingen was er in je pony? En de bananen! Hi mensen, we zijn net klaar met interviewen. Fuck you, je bent het. Ja man, hey, deze boy en die boy daar. We hebben net een legendarische interview gedaan met QC. Was fucking doodlachen. Boy, gooi SO naar iemand, man. Gooi SO. Nee, naar mijn moeder. SO naar mijn moeder. Sowieso. Alleen maar liefde. SO naar Leijweg, SO naar Leggeloos. Lekker man, boys. En jullie kunnen mij toevoegen op Insta. Nee, doe het. Nee, niet jezelf promoten. Niet jezelf promoten. Hij gaat jou eruit knippen. Boys, laat hem man rustig. Zeg maar, letterlijk voel ik mijn vingers gewoon niet meer. Besef hoe rood gewoon ik me voel. Ah! Koud, hè? Koud. Oh, maar alles is ook dicht, man. Oh, is de appie nog open? Wallah, kom gaan de appie. We gaan gewoon warm worden in de appie, man. Wat dan mensen, we zijn er, man. Ik ben hier met strijden. Wat was je naam ook alweer? Hey, Doni. Doni, man. Ik weet niet wat Doni. Doni komt vers uit Siri, man. Net 2 jaar, hoor. Wel een goede naam. Doni. Is dat je echte naam? Doni is mijn roepnaam. Mijn naam is Adonis. Adonis? Hey, dat is wat ik. Adonis betekent... Patje Doni. Wat betekent Adonis ook alweer? Nee, is een mooie god of zo. Toch? Iemand die... Ja, iemand... Schoonheid god of zo. Ja, kom. Ja, dat is wel dom. Maar je bent dus net 2 jaar hier in Nederland. Ja, goed Nederlands, man. Ja, dankjewel, dankjewel. Dat is wel gek, man. Jij mag blijven. Ja. Dankjewel, dat is waardeerd. Jij mag blijven, man. Gruwelijk, man. Maar zeg maar, heb je huisje en zo alles? Ja, ik woon in Emmen. Gruwelijk, man. Ik studeer informatica. Lekker, man. HBO-opleiding. Kijk, zie je, jongens. Dit is een van die goeie, zeg maar, die kan blijven en zo, man. Ja, man. Lekker, man. Geert Wilders is blij met jou. Ja. Ken je Geert Wilders? Helaas wel. Ja, maar hij is blij met jou, man. Jij bent goed bezig. Ja, dankjewel. Lekker, man. Okay. Ik doe het op mijn best. Sowieso, man. Allee, dus Q heeft, zeg maar, een gewoonte om elke keer op de foto te gaan en een gang signs te gooien. Ja, man. Dan weer dit. Wat is je favoriete gang sign? Ik heb laatst eentje, zo. Zo, iets zo. Maar wat is dat voor rare wiskunde, man? Leven of ga dood. Wow, die is wel eng, man. Gang. Zeg hem nog één keer. Leven of ga dood. Chips is trouwens super lekker, maar ik heb vandaag die blauw gegeten. Die is wel lekkerder dan de rest. Die is van mij. Oh, dit is barbecue. Dit is voor jou. Ik heb toch die naturel van jou? Die was niet zo lekker. Alleen paprika is lekker. Wow, wat een disrespect. Zo maar deze mijn dingen. In ieder geval, jongens. Ik heb protein shake gehad, chocolade en aardbei. Beetje geswitcht. Ik heb deze gehad, amino direct. Dus vloeibare aminozuren. Ja, ik weet niet of deze goed is, man. Voor de mensen die een beetje verstand hebben van fitness, laat even weten of het cool is. Ik heb hier een pot creatine. I've got some protein bars. En een shaker en zo. En nee, ik word niet gesponsord door Body & Fit Shop. Dus het is geen reclame of zo. Maar goed, ik heb al die dingen besteld. En ik zweer, ik heb nog helemaal geen tijd gehad om te gaan gymmen. Ik ben al 2 dagen ingeschreven, maar ik besef hoe laat. Kijk, het is nu fucking 11:45 in de nacht. Ik moet nog editen. En ik moet morgen weer vroeg opstaan. Dus ja, dat gaat hem niet worden. Ik hoop echt niet zo dat ik morgen kan gaan. Dat ik eindelijk een keer kan trainen. Ik heb ook geen telefoonoplader meer. Dus ik moest even snel naar de nachtwinkel toe gaan. En heb ik die Ishinskere laders gekocht. En daar moet ik even mee gaan strijden. Ik ben helemaal klaar met vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Like, abonneer.
En ik zie je weer de volgende keer. Peace! Ja.